politie heeft bij een inval in Kaam 9 dure auto's teruggevonden. De inval was bij een huis aan de Leerdreef. Het ging om gestolen auto's. De politie kwam er eentje op het spoor omdat hij was uitgerust met een elektronisch volgsysteem. Toen agenten op het adres aankwamen, vonden ze dus nog 8 andere wagens. Een man van 46 is aangehouden. Het is nog niet duidelijk waar de gestolen auto's vandaan komen.